bij een nieuwe ASO-show. We gaan vanavond discussiëren over het EK voetbal dat in het jaar 2000 in België en Nederland gehouden wordt. Nou, we halen daarmee een hoop ellende op onze hals en dus geen EK in Nederland. Dat zegt voetbalhater Bram Pater. Welkom. Oh, ellende, grote flauwekul. Het wordt één groot feest. En het is een fantastische promotie van ons land. En dat zegt de voorzitter van de supportersvereniging Feyenoord en groot oranje fan Willem Veenman. Oké. We zetten de klok op 3,5 minuut. En daarna mag u hier uw keuze maken met de stemkastjes. Ja, pak ze maar vast. We zetten de klok op 3,5 minuut. Daar gaan we. Welkom. U bent tegen. Ja, absoluut. Voetbal is oorlog, per definitie al. Je ziet het regelmatig in kranten. Regelmatig zie je ellende, vernielingen. Ik denk dat het in Nederland gewoon niet kan. We hebben daar de capaciteiten niet voor. We zitten al grote problemen met defensie. En ik denk dus ook met de politie. Als oorlog is, moeten we ons defensief opstellen. Dat kan niet meer. Het kan niet meer. Het geeft te veel rotzooi. Defensie laten we even weg nog. Rotzooi. Daar ben ik absoluut niet mee eens. Kijk, het is natuurlijk zo dat je hebt in het voetbal altijd wel een paar mensen die denken dat ze het voor de grote menigte moeten verzieken. Als je het EK gaat bekijken, of het WK die geweest is in Frankrijk, kan je alleen maar stellen dat het Nederlands voetbal en vooral de Nederlandse supporters zich schitterend gedragen hebben. Absoluut niet. Als je al ziet, als je bij de zaterdagsmorgens die kinderen zit te kijken, 20 kinderen om zo'n bal heen, dat is prachtig. Als je dan die ouders al hoort, schoppen voor zijn poten, daar begint het. Als je ziet wat er op het veld gebeurt, een grensrechter die een kopstoot geeft naar de scheidsrechter. Dat zijn dingen die bij ons in de buurt zijn gebeurd. Wat denk je hoe het publiek dan gaat reageren? Dat maakt verder niet uit. Maar het publiek wordt alleen maar erger. Okay. U generaliseert. Ja, maar dat is wel mogelijk. Het is zo dat als je kijkt gewoon puur naar Nederland, daar praat je over. Ja, het is gewoon zo dat je gewoon leuk naar het voetballen kent. Er zijn er altijd een paar die het lopen te verstieren voor anderen, maar daar moet je niet naar kijken. Nee, kijk naar het grote gros. We hebben beveiligingen nodig. Voetbal. Die politie hebben wij niet. We hebben het over het EK. We moeten dat samen doen met België. We zijn nu al problemen met de politie in België, met de politie, de samenwerking in Nederland en België. Ik denk nooit dat we dat kunnen houden. Ja, maar dit is typisch Nederlands. Voilà. Het is typisch Nederlands. Meneer zegt, we kunnen dat niet houden, want we hebben te weinig politie. En die Belgen, met alle respect, die maken er ook niet zoveel van. Nee, maar ik vind het onzin. We kijken weer puur naar het negatieve. Hè? Want er is weer wat gebeurd, dus we moeten er allemaal weer bovenop duiken. En dan wordt er alles weer bijgehaald. Voetbal is gewoon een feest, meneer. U kunt praten wat u wil. Ja, en u bent gewoon een voetbalhater. U houdt gewoon absoluut niet van voetbal. Ja, precies. Maar als we Nederland gaan bekijken, waardoor heb ik haat op voetballen? Juist, goeie vraag. Dat is hem. Als ik zie wat voetballen is, het is geen voetballen meer. Voetballen zou een sport moeten wezen, een mooie sport, een teamsport. Maar dat zie je niet meer. Het is alleen maar geld. Het is geen sport meer. Ja, geld. Ja. Aan de ene kant is het waar, het is ook geld. Maar aan de andere kant is het volksvermaak. Als ik dat zie bij rugby, wat een harde sport is, dat is ook volksvermaak. En daar heb je bijna geen politie meer nodig. De records bij de NOS zijn alleen maar gebroken op televisiebeelden. Record na record werd er gebroken. Ja, en iedere Nederlander heeft bekant voor de buis gezeten en geschild voor het voetbal. En geloof mij nou, u bent nu pessimistisch. Dadelijk, als het EK er eenmaal is, bent u net zoals heel Nederland voetbalfreak. En dan gaat u ook voor die buis zitten. Voor de gewone normale burger die niet van voetbal houdt. Heeft u er last van? Ja, zonder meer. Ik kan niet eens meer normaal een trottoir overlopen, omdat er allemaal vlaggen bestanden. Je was zeker vlakbij een stadion. Alle mensen. Ja, het houdt ons nog wel even bezig. Oké, en u mag het hier beslissen. Bent u voor A of bent u voor B? Druk hem maar! We gaan kijken. 30% is tegen het EK hier in Nederland-België.
70% zegt, jawel, we moeten het doen. Oké, heren, dank u wel. Oh, zeg. Feyenoord voetbalt het komende anderhalf jaar zonder supporters in het buitenland. Het bestuur van Feyenoord heeft deze vergaande maatregel genomen na de hevige supportersrellen gisteravond in de Duitse stad Leverkusen. Volgens Feyenoord-voorzitter Jorien van den Heerik is de grens nu bereikt. Het voortbestaan van Feyenoord aan de top van het Europese voetbal is in gevaar, zegt van den Heerik. Veel Feyenoorders die gisteren meededen aan de rellen in Leverkusen hebben in Nederland een stadionverbod. Maar omdat Feyenoord een vriendschappelijke wedstrijd speelde tegen Bayer Leverkusen, waren de kaarten ook zonder de clubkaart van Feyenoord te koop. Na de wedstrijd gooiden honderden hooligans stenen en ijzeren voorwerpen naar de politie. 10 mensen raakten gewond, onder wie 3 politiemannen. De Duitse politie dreef zo'n 1000 supporters terug naar het stadion, waar ze tot vanmorgen 5 uur gefouilleerd en gefotografeerd werden. De supportersvereniging van Feyenoord heeft begrip voor de maatregel van de club om nu geen supporters meer mee te nemen naar het buitenland. Als Feyenoord nu niet optreedt, loopt de club het risico door de UEFA uitgesloten te worden van alle Europacup-wedstrijden. Maar de maatregel zal niet werken, voorspelt de supportersvereniging. Kijk, je houdt de goede supporters hou je thuis. Nou, die zullen zich daar neerleggen. Het is allemaal slikken, maar we zullen ons daar neerleggen. Maar die jongens die zich dus niet georganiseerd zijn, die gaan toch wel. Die komen toch wel aan hun kaarten. En hoe ze eraan komen, moet je mij ook niet vragen, maar ze komen eraan. En die gaan toch. Dus op dat moment heb je het probleem niet opgelost. Je hebt het wel verplaatst. Je kan op een bepaald moment wel zeggen, naar de UEFA toe, van joh, mooi luisteren, wij nemen geen supporters mee. Dus je kunt ons ook niet meer aansprakelijk stellen daarvoor, want ze blijven thuis. 10 supporters hebben tot vanmiddag vastgezeten op het politiebureau in Leverkusen. Mogelijk worden ze in Duitsland strafrechtelijk vervolgd, wegens geweldpleging. En bij voetbalrellen vanmiddag in Den Haag zijn 14 aanhangers opgepakt van ADO Den Haag. Ze gooiden stenen naar bussen met aanhangers van FC Den Bosch nadat die club van ADO had gewonnen. In Amsterdam hebben ongeveer 1000 mensen de jaarlijkse...